Welkom op deze online open dag van de Wageningen Universiteit. Uh, en je bent nu speciaal te gast bij de opleiding Dierwetenschappen. Also, een little word of welcome to potential viewers uh, that are not understand uh, Dutch. There is, a, there is an alternative voor je in order to, to, view to our uh, webinar. En uh, you can find it on the YouTube uh, channel. It's called Introduction into the Bachelor Animal Sciences. So please notify that we are now talking in, uh, in Dutch further. Nou, dan zijn we weer in het uh, Nederlands. Voordat we verder gaan met uh, wat de inhoud van de opleiding is, wil ik heel graag mijn twee medepresentatoren aan jullie voorstellen. Gijs van Bijlen. Staat direct naast mij. Gijs is een tweedejaars student en zal straks met name jullie een inkijkje geven over hoe het studentleven in Wageningen is, binnen de opleiding uiteraard. En Tessa van Soest, die nu zwaait, is, uh, Ujwijd, is onze, een van onze studieadviseurs en zij zal uh, wat gedetailleerd op de opleiding uh, ingaan. Nou, jullie zien ze straks weer uh, terugkomen binnen deze presentatie. De bachelor dierwetenschappen, is dat wat voor mij? Dat is eigenlijk de centrale vraag tijdens onze presentatie. En zoals je aan deze, uh, deze wereldbol eigenlijk al ziet, is het zo dat onze dierwetenschappers bewegen zich op alle niveaus. Ze, gaan, ze, ze kijken naar het dier, ze kijken naar het biologisch functioneren van het dier. Ze kijken naar van hoe gaat een dierhouder om met zijn dieren. Uh, houden interactie met, uh, met de omgeving, met het publiek. Van wat, wat vinden mensen van dierhouderijsystemen in Nederland en in de wereld uiteraard. Maar het heeft ook een hele ecologische component. Nou, we zullen daar straks nog verder op, uh, op inzoomen. Uh, maar ik ga eerst eventjes verder met, uh, met de presentatie. Zoals je al ziet, we praten hier over een academische opleiding. Dat betekent dat je best wel veel theorie hebt, maar het gaat over dieren. En dat houdt ook in dat je in praktische vaardigheden ook heel veel kennis maakt... Met het, het houden en het hanteren van dieren. Zoals je hier ziet, dat zijn onze zes thema's. En die zes thema's komen ook terug in de masteropleiding als specialisaties. En dan zie je al dat het allemaal kennis, kennisgebieden zijn, feitelijk. Dat gaat over genetica, aan de ene kant. Het gaat over een duurzame vorm van dierhouderij. Het gaat over voeding en hoe het metabolisme van het dier met die voeding omgaat. Het gaat over dier. Ecologie, dieren in wat grotere systemen, in populaties. Gezondheid, welzijn, gedrag zijn hele belangrijke elementen in onze studie. En als je heel erg geïnteresseerd bent in echt diep in het dier kijken, dan hebben wij ook nog een thema, en dat heet molecuul, cel- en orgaanfunctie. Zo zie je voor iedereen eigenlijk wat binnen onze opleiding. Maar het is natuurlijk niet alleen maar kennis wat je opdoet binnen de opleiding. Uiteraard is het zo dat elke uh, opleiding in, in Nederland, academisch of professioneel, uh, heeft altijd te maken met zogenaamde vaardigheden, skills, zoals je ziet. En wij bemoeien ons natuurlijk met name met academic skills. En dat betekent dat je getraind wordt tijdens de hele cursus. Wij noemen dat tegenwoordig de Skills Academy. Binnen de opleiding dierwetenschappen leer je werken in groepen. En dat zijn uiteraard. In, in, in uh, multiculturele groepen. Studenten van allerlei uh, plamage komen naar onze opleiding toe. We zijn een internationale opleiding. Dus dat betekent ook dat je mensen treft vanuit een andere achtergrond als zodanig. Je leert presenteren. Je leert academisch schrijven. Je leert ook lezen van publicaties. Uh, en, en uiteraard betekent dat uiteindelijk dat je klaargestoomd wordt om een thesis te schrijven. Een afstudeerproject aan het eind. Van de bacheloropleiding. Nou, hier zie je dat allemaal weergegeven uh, hoe wij daarover denken. Een bepaald woord is denk ik best handig om te zien. Critical thinking en problem solving is een heel belangrijk aspect binnen onze opleiding, maar niet alleen binnen onze opleiding, dat is een academisch gegeven. Nou, om je een klein beetje een voorbeeld te geven, wat je hier ziet zijn twee uh, plaatjes uit de. Uh, uit twee uh, uh, kranten, Trouw en uh, The New York Times. En dat gaat eigenlijk over het gebruik van antibiotica in de dierhouderij. We proberen al jaren om dat terug te dringen. Dierhouders zijn soms een beetje beducht om te weinig antibiotica te gebruiken, omdat dat kan betekenen dat hun dieren wat sneller ziek worden. Aan de andere kant proberen wij steeds meer uh, de mensen ervan te overtuigen, maar ook door onderzoek te laten zien. Dat het natuurlijk zo is dat als je dieren op een goede manier huisvest of voedt, dan betekent dat ook dat je geen antibiotica nodig hebt. Nou, dierwetenschappers zijn daar heel expliciet mee bezig. Hier zie je dat plaatje nog een keer wat duidelijker uh, aangegeven: het gebruik van antibiotica bij dieren. En ook hier zie je weer, als je even terugdenkt aan die wereldbol die ik er straks liet zien, dat het op alle niveaus speelt het gebruik van antibiotica. Een rol. Dat heeft te maken met het immuunsysteem van, van jonge dieren, vooral van jonge dieren. Hoe kun je dat boosten? Hoe kun je ervoor zorgen dat het immuunsysteem zich snel en op een goede manier ontwikkelt, waardoor de dieren ook goed gezond blijven? Je hebt te maken met hygiënische omstandigheden. Als je praat over de dierhouder, die moet zorgen dat de dieren in een wat stressloze situatie uh, worden gehouden. En dat betekent dus ook dat je erg moet letten op het gedrag van dieren in, laten we zeggen. Normale omstandigheden, in vrije omstandigheden. Hygiëne aspecten zijn daarbij belangrijk. We hebben te maken met uh, voedselveiligheid uh, als je praat over de, de society, als je praat over de, de omgeving. En uiteraard mensen reizen verschrikkelijk veel, komen in ziekenhuizen terecht en dan is het heel naar als we te maken hebben met uh, antibiotica resistentie. Uh, want we willen natuurlijk ook graag de mensen gezond houden. En al met al betekent dat dat, dat dit een, een thema is. Gezondheid, je hoorde het al, gedrag komt erin voor, uh, huisvesting, voeding, allemaal aspecten die bij dit uh, specifieke thema te maken hebben. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer thema's binnen onze opleiding. Zoals ik daarnet al vertelde, onze opleiding is volledig Engelstalig. Dat betekent dat er ook internationale studenten deelnemen aan onze opleiding. En dat is ongeveer een twee derde, een derde verhouding op dit moment. Uh, een derde internationale uh, inflow. Dat maakt de opleiding heel erg dynamisch. Je kunt je voorstellen, je zit in groepjes met internationale studenten waarin je aan bepaalde projecten werkt en je hoort ook hoe het bij hen in dat land uh, toegaat. En wij proberen langzamerhand toe te werken naar een zogenaamde international classroom. Wat je nog meer hebt als je praat over onderwijs, dat zijn natuurlijk heel verschillende. Type van, van onderwijs. Hier zie je onder andere wat foto's van, van practica. Uh, natuurlijk ook een, een, een hoorcollege, wat toch wel best vaak interactief gebeurt. Uh, groepswerk, waarbij je een poster maakt in het allereerste jaar. Dit is zelfs in het allereerste vak wat je gaat krijgen binnen onze opleiding. En er zijn natuurlijk excursies. En dat kan ook bij een, bij een boerenbedrijf zijn, waar ze keurig net je stoeltjes hebben neergezet en dan hoor je het verhaal van een professional die werkt. In de dierhouderij. Dus dat zijn allemaal aspecten die, die naar voren komen binnen onze opleiding. Nou, om heel even je een idee te geven van uh, hoe ziet onze opleiding er nou in cijfers uit. Uh, zoals je al ziet, onze studenten zijn eigenlijk best wel tevreden met onze opleidingen, 4,2 op een schaal van 1 tot 5. Het aantal eerstejaars fluctueert natuurlijk, maar dat is gemiddeld zo rond de 120, 110, 120. Wij hebben in Wageningen. Vrij veel contacturen. Uh, en dus ook bij onze opleiding. Je bent best wel veel bezig tijdens de week. Daar moet je wel rekening mee houden. Je kunt, niet altijd, ja, je kunt natuurlijk wel dingen thuis doen. Maar zorg ervoor dat je ook uh, in, uh, deelneemt aan colleges en practica. 81% van de studenten gaat door, dat is een hoog percentage, naar het tweede jaar. Uh, en 76% haalt uh, de bachelor binnen vier jaar. Nou. Jullie krijgen straks het verhaal van Gijs te horen. En dat doen we natuurlijk om uh, dit percentage wat omhoog te krijgen: 28% mannen, 72% vrouwen. Ook dat fluctueert een beetje. Maar Gijs gaat uh, ook de mannen oproepen om uiteraard aan deze opleiding deel te nemen. In het uh, aantal uh, onderwijsvormen zie je dat uh, vooral ook uh, praktica een hele belangrijke rol spelen. Dat is die lichtblauwe. Uh, uh, dat lichtblauwe stukje van, uh, van de schijf. Excursies en tutorials zijn ook een hele belangrijke. Daar word je eigenlijk, uh, ga je eigenlijk werken aan bepaalde opdrachten. waarbij dat continu ook begeleiding vanuit de docenten aanwezig is. Nou, even voor mij als afsluiting: wat is er nieuw in de opleiding dierwetenschappen? We zijn bezig met een, uh, een BSc minor in het derde jaar. Met de veterinaire faculteit in Utrecht te ontwikkelen, waardoor studenten daar een stukje diergezondheidszorg kunnen meenemen op de veterinaire faculteit. We hebben een project ook in het derde jaar, dat heet Broaden Your Horizon. Daarmee proberen we studenten zoveel mogelijk, nou, dat woord zegt het al, zoveel mogelijk uh, om hen heen te laten kijken. Je kunt naar buitenlandse universiteiten toe om een stukje onderzoek te doen, om vakken te volgen. Nou, de Skills Academy heb ik jullie al uh, genoemd. En we zijn aan het kijken of we samen met HBO bepaalde onderwijselementen kunnen uitwisselen... waardoor je ook wat, een, een wat praktischer invulling krijgt. Dan uh, gaan we nu over naar uh, Tessa die jullie wat meer inhoudelijk gaat vertellen over de opleiding. Alsjeblieft. Dankjewel René. Ja, ik zou jullie graag wat meer in detail willen vertellen over ons driejarig programma. Uh, dan heb ik hier een slide van ons hele curriculum. En uh, als je kijkt in jaar 1... Dan uh, zie je daar een aantal vakken staan. Uh, je krijgt in het eerste jaar natuurlijk inleidende uh, animal sciences uh, vakken. Maar daarnaast, en dat moet je even goed realiseren, krijg je ook een aantal basisvakken van andere disciplines. Je krijgt natuurlijk biologie, uh, aangezien uh, animal sciences daaraan gerelateerd is. Maar ook scheikunde, wiskunde en statistiek. En deze basiskennis heb je echt nodig om onze vervolgvakken te begrijpen en ook voor het doen van uiteindelijk onderzoek, omdat we je natuurlijk opleiden als wetenschapper, dierwetenschapper. Als je kijkt naar jaar twee, dan uh, krijg je daar een aantal vakken waarin je kennis maakt met onze kennisdisciplines. Je krijgt bijvoorbeeld vakken over diervoeding, over genetica, diergedrag uh, enzovoort. En daarnaast kan je ook al een beetje specialiseren in jouw eigen interesse. Je kan namelijk al kiezen tussen twee majors die wij aanbieden. Um, de eerste major is Animal Management and Care, en deze focust op het dier zelf en zijn omgeving en de, en de interactie daartussen. Uh, je krijgt bijvoorbeeld, uh, je leert over huisvesting, over diervoeding, gedrag, genetica, met als doel om uiteindelijk een omgeving te kunnen creëren waarin een dier zo gezond mogelijk gehouden kan worden, zowel mentaal als fysiek. Daarnaast uh, zoom je ook een stukje uit en kijk je bijvoorbeeld echt naar het hele dierhouderijsysteem uh, op landelijk niveau, maar zelfs op wereldwijd niveau. Waarbij je bijvoorbeeld ook aspecten als milieu meeneemt, waarbij je dus echt een zo duurzaam mogelijke dierhouderij wil uh, creëren. We hebben ook nog een andere major, dat is Biological Functioning of Animals. En bij deze major zoom je juist in. Je kijkt hier dus echt in het dier. En je focust je op fysiologische processen binnen het dier. En uh, je bent dus heel veel met de microscoop bezig. Uh, en je kijkt dus echt naar hoe een lichaam van een dier uh, reageert op zijn omgeving. Dan gaan we naar het derde jaar. Uh, je ziet hier free choice staan, vrije keuze. Je hebt een uh, gedeelte van dat jaar heb je eigenlijk vrije keuze in de vakken die je wil volgen. Uh, dat kan binnen uh, Animal Sciences, maar je kan bijvoorbeeld ook uh, in een andere discipline gaan kijken. Uh, daar zal ik zo meer over uitleggen. Broaden your horizon, daar heeft René al even wat over uitgelegd. Dat is dus ook de mogelijkheid om uh, naar het buitenland te gaan en bijvoorbeeld vakken te volgen in het buitenland. Daar zal ik zo ook nog even op terugkomen. En uh, je eindigt je bachelor met het doen van een bachelor thesis, een scriptie. Uh, je doet hier je eigen onderzoekje en je schrijft daar een wetenschappelijk verslag van. Uh, dan een, uh, een voorbeeld van een uh, vak in de bachelor, een echt. Dierwetenschappenvak Biologic, Biology of Domestic Animals. Uh, dit is een even een vak om, om gewoon even een voorbeeld aan je te geven van hoe dat er nou uitziet. Um, dit is een vak waarin je leert over onze verschillende uh, kennisdisciplines binnen, binnen onze opleiding en de verschillende diersoorten die uh, binnen de opleiding Animal Sciences worden behandeld. Uh, en dat doe je aan de hand van elf casussen. Uh, je hebt bijvoorbeeld een casus over uh, het uh, verteringsstelsel van een koe, waarin je, waar, waarbij je echt in uh, de koe gaat kijken. Um, kattengedrag, uh, waarbij je verschillende gedragsexperimentjes doet. Uh, je kijkt naar de locomotie, uh, het bewegingsapparaat van paarden. En uh, je hebt ook nog een snijpracticum, waarin je kijkt naar de reproductie van, uh, van vissen. Uh, ja, dit is dus uh, het stukje uh, vrije keuze. Veel uh, studenten vullen hun vrije keuze in met het doen van een minor. Uh, een minor is een set van vier of vijf vakken uh, binnen een bepaald thema. En uh, hier zie je drie minors die door onze studenten vaak gekozen worden. En dat kan dus zijn binnen een thema wat relateert aan uh, je eigen opleiding, uh, animal sciences, uh, biology of infectious diseases, uh, wildlife biodiversity. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik, uh, ik wil eigenlijk, uh, ik ben ook ge geïnteresseerd in uh, economie, of ik denk dat ik dat later nodig heb uh, in mijn uh, in mijn werk. Dan kan je dus ook uh, iets kiezen wat, uh, nou ja, echt in een andere discipline ligt. Dus dit is dan economie en beleid. Uh, we hebben miners uh, in Wageningen, vaste uh, miners. Je zou ook nog een eigen minor samen kunnen stellen. Uh, en je kan ook denken aan um, naar het buitenland gaan om daar vakken te volgen. En dat is de volgende slide: um, uh, broaden your horizon. Ga naar het buitenland. Dat uh, heeft als doel om je blik te verbreden. Om ook eens te kijken buiten uh, Nederland, hoe het daar aan toe gaat, maar daarnaast. Uh, heb je uh, universi andere universiteiten met hun eigen specialisme? Uh, waardoor de vakken die daar gegeven worden soms echt een aanvulling kunnen zijn op de vakken die wij hier in Wageningen geven. Omdat ze in bepaalde onderwerpen misschien veel meer vakken aanbieden of daar veel meer in gespecialiseerd zijn. Uh, om twee voorbeelden te geven, in Canada bijvoorbeeld zijn twee universiteiten uh, op het gebied van animal sciences. En uh, daar zie je dat uh, vak echt. Uh, uh, over een bepaald diersoort worden gegeven. Je kan bijvoorbeeld bij Edmonton uh, Applied Poultry Science volgen uh, en uh, Ontario uh, hebben ze beef, kettle, nutrition. Ben je nou helemaal weg van uh, diergedrag en welzijn? Dan uh, is het handig om naar Zweden te gaan, om daar een paar vakken te volgen. Want daar weten ze heel veel over, uh, over welzijn en, uh, en diergedrag. Um, Oostenrijk is weer heel erg gespecialiseerd in uh, diergenetica en fokkerij. En uh, dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn veel meer mogelijkheden. Dan. Heb je de bachelor afgerond, uh, dan kan je doorstromen naar de master. Het overgrote deel van onze studenten doet dat. Uh, meer dan 90 procent, misschien zelfs meer dan 95 procent. Dat komt omdat de master je echt opleidt tot een, uh, een, 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 een werkcarrière en de bachelor niet. Dus je, je, moet, je hebt echt de master nodig om vervolgens dan uh, aan het werk te gaan. Um, met de Bachelor Animal Sciences kan je doors, direct doorstromen in uh, twee... Uh, masters, dat is de Master Animal Sciences en de Master Marine Resource Management. Aquaculture and Marine research, uh, Resource Management. Uh, in de Master specialiseer je je nog meer uh, in een bepaalde kennisdiscipline van jouw uh, interesse. En je sluit je Master af met het doen van een Master Scriptie. En uh, die Master Scriptie, dat onderwerp, kan, mag je helemaal zelf kiezen. Dus dat kan echt. Uh, in, uh, ...binnen jouw interessegebied zijn. Uh, zowel het, uh, uh, de, de discipline als uh, de diersoort. Um, dan uh, in de master kan je ook een stage doen. Uh, verder leer je natuurlijk nog meer over de academische vaardigheden. Meer gevorderde ac academische vaardigheden. En... Uh, er zijn ook verschillende professional tracks die je kan volgen in de master. Dus als je al uh, wat meer een beeld hebt van wat je na je master zou willen doen uh, qua baan, dan kan je je daar in je master al voorbereiden. Als je bijvoorbeeld uh, het onderzoek in wilt, kan je de onderzoek uh, track volgen. Maar ook als je uh, docent wil worden of je wil de politiek in of adviseur worden, dan zijn er ook een aantal uh, tracks voor. Dan... Uh, om nog iets verder in te gaan op uh, de banen uh, uh, binnen uh, die je met uh, de Master uh, Animal Sciences kan doen. Uh, kijk vooral op onze website. Daar staan verschillende alumni-verhalen. Uh, en daar staat ook een PDF-versie van onze career booklet. Volgens mij staan de Nederlandse versies daar ook nog op. Dat zijn dan dromenboekjes. En daarin staan 20 tot 25 voorbeelden van eerste banen van onze studenten. Um, ik heb even vier vacatures hier uitgelicht, die uh, afgelopen jaar online hebben gestaan en waarin ze dus een uh, animal scientist, een dierwetenschapper, uh, vragen. Uh, en ik wil hier eventjes mee uh, uh, laten zien dat de werkgevers heel divers kunnen zijn en dat je ook een hele internationale carrière kan nastreven met uh, 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 animal sciences. Uh, bijvoorbeeld de Rabobank uh, die zoekt naar een senior dairy researcher voor het doen van onderzoek, maar ook om te helpen met strategische beslissingen. Uh, Agrifirm dat is een diervoederbedrijf uh, uh, die zoekt naar een senior scientist swine voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Uh, Dupont uh, die zoekt naar een, uh, een uh, scientist op het gebied van animal health en nutrition. En dan kan je in Leiden, maar ook in de, in de USA uh, aan de slag. Uh, Charles River zoekt een teamleider Animal Care Services, ook in de USA. Dus uh, ik hoop dat je zo een beetje een, een, een beeld hebt, maar kijk dus vooral even op onze website. Uh, ja, dan wou ik nog even iets uitleggen over uh, wat gerelateerde programma's aan uh, onze eigen opleiding Animal Sciences. Uh, omdat er vaak vragen over komen. Uh, je hebt hier uh, Animal Sciences, dat gaat over gezonde dieren. En het gaat over dieren die in een mens gecreëerde omgeving uh, leven, dus die enige vorm van management hebben. Uh, je kan dus denken aan gezelschapsdieren, aan dieren die we houden voor uh, voedsel, maar ook re recreatie en sport. Um, als je dan kijkt naar uh, diergeneeskunde, uh, dan gaat dat ook over dieren die door de mens gehouden worden. Maar deze studie ri richt zich echt. Echt op zieke dieren en op de genezing daarvan. Dus je leert echt over de behandeling van zieke dieren. Terwijl je bij uh, Animal Sciences eigenlijk daarvoor bezig bent, en dus ervoor zorgt dat die dieren gezond blijven. Dan hebben we nog biologie. Uh, als je dan specifiek kijkt naar dierbiologie, want uh, biologie gaat natuurlijk ook over andere uh, levensvormen, zoals planten. Uh, maar als je echt kijkt naar de dierbiologie, dan heb je hier net zoals bij uh, Animal Sciences, dat je het hebt over gezonde dieren. Uh, maar hier gaat het echt over de dieren in hun natuurlijke wilde omgeving. Het gaat dus echt over wilde dieren in hun wilde omgeving. Natuurlijk hebben ze ook wat gemeenschappelijk. We houden ons natuurlijk allemaal bezig met uh, nou, vergelijkende dierfysiologie. Dus we kijken echt van wat gebeurt er nou in zo'n dier en hoe uh, hangen die processen uh, samen. Uh, ja, nou, mocht je uh, door onze presentatie helemaal enthousiast geworden zijn en je willen opgeven voor onze uh, opleiding, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Uh, maar uh, kijk ook eventjes naar onze toelatingseisen. Als je een uh, Nederlandse student bent met een Nederlands uh, VWO-diploma, dan ben je direct toelaatbaar met het natuur- en Gezondheidsprofiel en het natuur- en Techniek. Profiel. Heb je uh, economie en maatschappij of cultuur en maatschappij gedaan, dan uh, moet je ook scheikunde en wiskunde uh, hebben gedaan. Um, en vanaf academisch jaar 2022-2023 geldt ook dat je voor uh, allemaal dat je ook biologie moet hebben gevolgd. Heb je een buitenlands uh, um, diploma, uh, dan, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende buitenlandse diploma's. Maar als algemene richtlijn uh, hanteren wij dat je in ieder geval wiskunde, biologie en scheikunde moet hebben gedaan. Nou, wat kan je nog meer doen om een goede keuze te maken? Uh, natuurlijk kan je vandaag chatten met onze studenten en studieadviseurs. Dus heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen en wij zullen ze met veel plezier beantwoorden. Uh, kijk ook goed op onze website. Uh, kijk naar de informatie over matching, honorsprogramma's, de uh, frequently asked questions. Um, en uh, uh, kom bij ons een keer een meeloopdag uh, lopen. Dat is dus een dag waarin je uh, echt in Wageningen bent, waarin je college volgt een practicum, en waarin je echt kennis maakt met, uh, met Wageningen, met de studie en met de studenten. Uh, nu moet ik er wel bij zeggen, door uh, het coro coronavirus, uh, de coronacrisis, uh, hou de website in de gaten of de aankomende meeloopdag uh, doorgaat of niet. Dan heb je dan nog steeds vragen. Uh, dan kan je altijd contact opnemen met een van de studieadviseurs, uh, mijzelf. Ik ben ook verantwoordelijk voor de matching. Uh, mijn collega Inge of uh, Francine. En Francine is speciaal ook voor de internationale studenten. Dus dat is ook handig om dan met haar contact op te nemen. Dan uh, wil ik nu het woord geven aan Gijs. Alsjeblieft. Ja, Tessa, dankjewel. Um, ik ben Gijs, ik ben een tweedejaars Bachelor Animal Science-student. Uh, nou, dit is een foto van me uh, tijdens de stageweek in het eerste jaar. Uh, ik ga jullie een beetje vertellen over mijn leven hier in Wageningen, over de studie en waarom ik nou gekozen heb voor dierwetenschappen en uh, hoe ik denk over de toekomst en hoe ik verder ga. Nou, uh, eerst wilde ik heel graag filmregisseur worden uh, of iets in de design doen, alleen ik werd afgewezen uh, tot twee keer toe. Dus toen dacht ik, nou, ik moet iets gaan doen. Ik wilde geen tussenjaar nemen. Uh, dus toen dacht ik, nou, ik, ik heb wel wat met dieren. Ik vind vissen hele leuke dieren. Mijn lievelingsdier is een zeehonde. Uh, en ik hou van katten. Dus toen ben ik hier in Wageningen komen kijken. En toen ik een rondleiding kreeg op de dierfaciliteit. Uh, aan de achterkant van de, van de campus. Uh, toen was ik helemaal verkocht. Want toen dacht ik, oh, je hebt hier allemaal aquaria met vissen. Wat, wat geweldig. Wat, wat lijkt het me leuk om daar onderzoek te doen. Nou, dat, dat is ook hartstikke leuk. <laughs> dat is al gebleken. Dus ik heb hiervoor gekozen. Um, en ik was ook heel erg benieuwd wat deze studie nou eigenlijk was, want ik hoorde wel allemaal verhalen erover. En over biologie hoorde ik allemaal verhalen, dus ik dacht, nou, dat is wel interessant. Nou, ik heb ervoor gekozen en ik zit nu halverwege het tweede jaar. En uh, nee, ik heb een aantal slides over, over het eerste jaar verzameld. Um, wat valt me op in het eerste jaar? Er zijn heel veel uh, basic courses, dus heel veel uh, basisvakken. Zoals bijvoorbeeld uh, scheikunde en wiskunde en statistiek, en die komen wel heel veel terug. Maar daarnaast heb je ook de jasvakken, de animal science vakken, en dan ga je echt met dieren bezig. Nou, deze foto van deze schildpad hier, uh, die geef ik een blaadje sla, dat is tijdens de praktijkweek uh, in, in het eerste jaar. Dat is het laatste vak van het eerste jaar. Dan ga je een week naar een mbo-school in Barneveld en dan leer je in een week met dieren omgaan. Dat is hartstikke leuk. En de tweede foto hier, dat is een foto van een hart van een haai, die je tijdens een van de snijsessies uh, in een de, in de vak halverwege het jaar volgt. Nou, dat is, hart, dat is hartstikke leuk om te doen, vond ik zelf. En verder uh, is er wel zeg maar, een soort van uh, scheiding in de opleiding tussen uh, wildlife-dieren, dus dieren die in het wild voorkomen, en dieren die op de boerderij voorkomen. Um, dat vond ik zelf nog wel een be beetje nou, lastig, niet, maar heel erg vreemd. Um, in, in eerste instantie, omdat het heel erg over boerderijdieren ging. En ik had ook, ik had ook verwacht dat het uh, meer over dieren in het wild ging. Maar de, aan de andere kant heb, is, is mijn blik wel een beetje geopend en ben ik gaan kijken naar de vleesproductie en dat soort dingen. Dat vond ik ook wel heel erg interessant om te zien. Um, hier zie je trouwens een foto van een vrije anatomieavond die, die, die we met de studievereniging hadden. Dit is een egel die ik samen met een vriend van me heb ontleed en dat, is wel, uh, dat, dat, dat was heel erg vet. En dit is een van de vele studiesessies bij me thuis. We hebben een heel groot vak, mens- en dierbiologie, uh, heel veel tekeningen en samenvattingen gemaakt. En nog wel in het eerste jaar vond ik zelf dat de overgang van de, van de middelbare school, uh, als je daar biologie volgt, vind ik dat de overgang uh, best wel goed is. Omdat de eerste vakken in dierwetenschappen sluiten goed aan... op uh, de lesmethodes biologie uh, die je in het eindexamen hebt. Even kijken. Ja, nou, wat uh, René en Tessa net al een beetje zeiden: van je kunt ook naar het buitenland gaan. Je kunt je horizon, je broaden your horizon. Nou, dat heb ik ook een beetje gedaan, uh, want ik ga volgend jaar. Mag ik mijn minor gaan doen? En ik heb gekozen om dat in Noorwegen te doen. Ik ben ook geselecteerd om dat te gaan doen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Um, ik, heb me, ik ga mijn minor in aquacultuur en visserij doen, uh, om een beetje naar vissen te kijken. Ik, uh, een aantal vakken die ze daar hebben: dat ga je met een bootje de oceaan op om zeewondjes te bestuderen en uh, naar walvissen te kijken. Dat lijkt me heel erg interessant om dat te gaan doen. Ik vond ook een foto van een studentenhuis daar in, uh, in Noorwegen. Dat is toch iets anders dan wat we hier in Wageningen hebben. Hier heb je een prachtige berg met uitzicht over de Rijn. Maar daar heb je toch uh, de oceanen en bergen als uitzicht. Dus dat is heel erg mooi om te zien. Uh, wat ook heel fijn is, in die minor, in die vrije keuze die je hebt. dan kun je heel veel vrije vakken kiezen. Dus vakken die je echt leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een vak erbij gekozen om het te gaan verdiepen in de, Noor cultuur, de Noorse cultuur. Um, uh, en ik heb net mijn major gekozen, dat, die moet je dus eerst kiezen. In tweede jaar kies je je major uh, in de dier, dierverzorging. En daar sluit mijn minor dus perfect op aan. Nou, top. Uh, en mijn studentenleven verder. Uh, ik woon in Domum, uh, uh, dat, uh, dat betekent huis melk. Uh, we drinken gezamenlijk 14 liter melk uh, per week, met z'n drieën. Uh, we eten vaak samen en dat is verder heel gezellig. Het was in het begin erg moeilijk om aan een kamer te komen. Ik heb ook dat allemaal via een speciale manier heb ik die, heb ik die kamer gekregen. Dat kun je tijdens de live-chat sessie vandaag misschien wel vragen. Uh, hoe je dat vindt, dit zijn een aantal foto's van ons huisweekend uh, met ons drieën. Dat was hartstikke gezellig. Nou, verder, mijn studentenleven, Dit zijn allemaal uh, mensen van, van de opleiding, uh, of van de studie eigenlijk. Uh, en nou, dat zijn gewoon hele leuke mensen. En daar hebben we een vriendengroepje mee, gevo mee gevormd. Um, wat ik ook heel erg aan Wageningen, wat me heel erg opviel, is dat mensen heel erg open zijn en dat het heel makkelijk was om vrienden te zoeken hier. Want je komt natuurlijk wel, ja, iedereen komt vanuit zijn eigen stad, vanuit zijn eigen uh, thuishuis komen, komen ze hier in Wageningen. En dan is het heel erg makkelijk om contact te zoeken. Nou, het is een, wat ik hier ook zeg, de perfect mix van city en nature. Ja, dat is een beetje relatief, maar je, Wageningen is natuurlijk niet een grote stad zoals Utrecht of Amsterdam of zo. Maar het is, het, het is Wageningen, het is heel knus en gezellig en iedereen kent elkaar. Als je naar de Albert Heijn gaat, dan kom je altijd wel een paar bekenden tegen. En je kunt ook lekker de natuur in naar de Rijn. En dat is ook heel gezellig. Dus even kijken. Yes, de, dit is de Wageningen als uh, studentenstad. Je uh, kunt een aantal video's even bekijken. En dit zijn van een paar collega-studenten, zeg maar. Even kijken. Ik ben verder actief bij de, bij de studievereniging. Dat is dus net iets anders dan een studentenvereniging. Een studievereniging, die is ook nog bezig met educatie en uh, bijvoorbeeld. Naar uh, boerderijen of naar bedrijven in de sector gaan of lezingen houden. Uh, ik vind dat heel erg leuk. Ik, ik ben zelf uh, ben ik bestuurslid van de uh, visserijvereniging Aquarius. En ik doe ook nog mee met de theatergroep uh, binnen, de, uh, binnen de studievereniging. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En het is ook goed voor je netwerk. Uh, nou, hier zijn de compilatie van mijn uh, uh, gedrag van vorig jaar tijdens de uh, vele activiteiten die door de studievereniging zijn ontwikkeld. Kijk. Nou, dit is dan weer zo'n excursie. Ik was nog nooit op een geitenboerderij geweest. Uh, maar dat, is wel een beetje mijn eye, dat was wel een beetje mijn eye-opener. Van, oh, hebben, hebben ze dit ook? Ik heb daar ook een van mijn beste vrienden ontmoet op die boerderij. Dat, dat is niet dit, deze geit trouwens. Uh, maar dat, dat was een heel, ik, ik, ik was nog nooit op een boerderij geweest. Dus ik vond dit wel heel erg, heel erg leuk eigenlijk. Nou, daarnaast wens ik jullie heel veel succes met jullie studiekeuze. Je kunt vandaag nog even chatten met uh, medestudenten. Ze zullen me ongetwijfeld wel kennen en... Uh, nou, dan wens ik jullie heel veel succes en dan ga ik het stokje doorgeven aan uh, René. Alsjeblieft. Dankjewel, Geert. Mooi verhaal om inzicht te krijgen in uh, hoe het studentenleven gaat in, uh, in Wageningen. Uh, misschien nog even goed om te benoemen, dat, uh, en dat heb je waarschijnlijk nu ook al wel opgepikt uit uh, onze presentatie... Dat wij bemoeien ons met name dus om, rondom gedomesticeerde dieren. Dieren waar wij dus een bepaalde zorgplicht, een bepaalde verantwoordelijkheid voor hebben. Om het leven van die dieren zo, zo goed mogelijk te laten verlopen. En natuurlijk kijken we dan heel erg naar hoe de dieren in het wild, in de natuurlijke omgeving zich, zich gedragen. En welke voeding ze tot zich nemen. Maar wij bemoeien ons dus vooral rondom landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren. En daar hoort alles bij. Vissen, et cetera. Um, nou, wij wensen je uiteraard heel veel succes met de uh, keuze. Uh, maak vooral gebruik van de chatsessie. Vandaag heel erg belangrijk. Uh, het is best moeilijk, je hebt heel veel keuzes als uh, vier, vijf of zes VWO-scholier. Uh, je kunt vandaag bij ons uh, uh, inchatten, zal ik maar zeggen, om uh, wat hele specifieke vragen die voor jou heel belangrijk zijn om die te horen. Je ziet ook, er is meerdere, op meerdere plekken kun je wat informatie vinden. Als je expliciet wat wilt weten over hoe de opleiding met alle vakken en de inhoud van de vakken eruit ziet, ga dan vooral naar Current Students. Dat is heel erg belangrijk. Dan kom je op de, op, het, op de studiegids terecht. Of je kunt uiteraard ook een van onze drie studieadviseurs voor de bachelor benaderen. benaderen. Nou, we hopen dat je hebt genoten van deze presentatie. En, uh, en wellicht, wellicht spreken we je straks tijdens een van onze chat sessies of daarna. Dankjewel.